Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 15 april 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag hebben we morsen, maar geen data, maar wel een SSTV-plaatje in PD50. I think it's time for some more quackery, and this time it's an extremely dubious water test unit. So this is something that people who are selling water filters go around houses and they demonstrate how impure the water is by using this device to test it. And I have a sneaky feeling this isn't electrically safe at all. It comes from an eBay seller in China. I'm not sure if I should give you a link to this because I pretty much know what's in it. And it's not good. So it comes with these electrodes that screw on. And apparently you plug this in, you place it in a glass of water and then you turn it on. And well, let's get the glasses of water. I've got a water filter, so I'm going to check that out. I'm going to get a glass of water that's not been filtered and water that's been filtered, but we'll see what happens. Okay, are we ready for the scientific test? On the right I have water that I've run through a water filter. Under the left it's just standard tap water. Wie een fan is van Dave Jones' AEV-blog en alle teardowns van Dave, die zal zeker houden van Big Clive's channel. Website van Big Clive is bigclive.com, bigclive.com. En vandaar dat kun je doorklikken naar zijn YouTube-kanaal of naar de rest van zijn website. Het is zeker de moeite waard. Maandag 18 april, dus vandaag, vrijdag dus, over 3 dagen, is het Wereldradioamateurdag. Deze dag is in het leven geroepen door de IARU om aan de oprichting van deze organisatie te herinneren. Het motto van de Wereldradioamateurdag dit jaar is het vieren van de bijdrage van de amateurdienst aan de samenleving. Op maandag 18 april zullen er ter gelegenheid van deze dag diverse speciale stations in de lucht zijn. Er is weer een melding primair gebruik bijgekomen. Het gaat om de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte, nabij Den Haag dus. Het gaat om dinsdag 3 mei en donderdag 4 mei, beide hele dagen. Opnieuw is de hele band verhuurd. Mogelijk dat AT dit de laatste tijd standaard zo aanbiedt in plaats van slechts 1 of enkele kanalen. En dan komen we nu aan bij deel 3 van de serie over antennes. Toen ik net amateur was, dacht ik dat een antenne met versterking ook echt meer versterking gaf. Dat wil niet zeggen dat ik dacht dat zo'n antenne hetzelfde deed als een lineaire versterker, maar wel dat de ene antenne minder verlies gaf dan de andere. Die verliezen zijn er soms wel, met name als je een antenne kleiner maakt dan die eigenlijk moet zijn en dat met spoelen doet, dan kan er een deel van je zendvermogen in die spoelen gaan zitten. In de meeste gevallen is dit echter niet zo. Verlies ontstaat vooral als het zendvermogen de verkeerde kant uitgaat. Als het signaal naar boven de ruimte ingaat, dan ben je dat natuurlijk kwijt, tenzij je het ISS of een satelliet wilt bereiken. Gaat het zendvermogen naar beneden, dan is er een kans dat een deel daarvan in de vorm van warmte in de aarde verdwijnt. Vaak zal ook een deel van het signaal dan weer naar boven worden gereflecteerd, maar in een aantal gevallen toch ook op een manier dat je er niets aan hebt. En dat terwijl je toch vooral wilt dat zoveel mogelijk van je zendvermogen terechtkomt bij het station waar je tegen praat. Ik stipte in deel 1 en 2 al even aan dat het nog niet zo eenvoudig is om te bepalen wat een optimale antenne is. En ook de toepassing verschilt. Op de korte golf kan het zijn dat je in de X geïnteresseerd bent of juist meer in gesprekken in of net buiten Nederland en dat je dus liever een zogenaamde NVIS antenne gebruikt. Op VHF en hoger speelt iets vergelijkbaars. Voor een gesprek tussen meerdere mensen of een ronde zul je eerder voor een rondstraler kiezen dan voor een beam. Tenzij je aan de randen van het gebied zit waar zo'n ronde in wordt gehouden. Versterking van een antenne is niets anders dan bundeling van het signaal, zoals bijvoorbeeld bij de reflector van een zaklantaarn. Aan signaal dat de verkeerde kant uitgaat, heb je nu eenmaal niets en een richtantenne, zeker de wat grotere, die richten dus in hoge mate. Je kunt signaal in verticale zin bundelen, daarmee zorg je voor dat zo weinig mogelijk signaal naar de grond gaat en de lucht in. Daarnaast kun je ook, zeg maar, in de breedte het signaal beter uitrichten. Dan krijgt niet de amateur voor wie het signaal niet bedoeld is het vermogen voor zijn kop. Een rondstraler bundelt niet in horizontale zin. Een rondstraler met enige versterking bundelt het signaal wel in verticale zin. Zo'n antenne straalt in alle windrichtingen, maar veel minder omlaag en omhoog. En door het signaal niet naar boven of naar beneden te sturen, gaat er dus meer signaal naar het tegenstation, in welke richting zich dat ook bevindt. Vrijwel alle antennes die voor zenden werken, doen het ook bij ontvangst. Een voordeel dat je dus door de versterking aan de zendkant hebt, dat heb je ook wanneer je op ontvangen staat. Dat is meteen een groot voordeel van een betere antenne ten opzichte van een groter zendvermogen. Het werkt namelijk in beide richtingen.
De eerdere serie over de historie van onze hobby wordt momenteel gepubliceerd op www.p01te.nl. In een later stadium wordt daar ook de tekst van deze serie over antennes integraal gepubliceerd. Het afgelopen half jaar zijn de Daily Minutes steeds alleen op YouTube te horen geweest. Vanaf deze week zal een beperkt deel van de Daily Minutes niet meer via YouTube te beluisteren zijn, maar nog wel via p01te.nl. Alle uitzendingen die op YouTube staan zijn ook via p01te.nl te vinden, maar tref je dus een uitzending niet op YouTube aan, dan kan het zijn dat die alleen op mijn eigen site staat. Vergeet vanavond niet om naar de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3UTR te luisteren. Die uitzending begint om 10:30 met eerst de Daily Minutes zoals die de afgelopen dagen op PI2NOS te horen waren, inclusief Data en SSTV. En daarna onder andere de Amateur Radio Newsline en de Deutschlandrundspruch. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me net weekje wel. Wordt er nog gefrontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Electron kijken of die kars CQPA of op hamnieuws.nl. Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen.